je blijft wel vitaal zolang je in de running blijft. Dat, ja. dat is wel eens een probleempje. Dan denk je, ja, ik maar geen rustroest wordt. Je ziet het steeds minder. Boeren die hun koeien nog melken in de wei. De 72-jarige Kees Buys uit Ochten was een van de laatste boeren uit Gelderland die nog buiten melkte. Maar ook hij slaat vanaf nu de dagelijkse gang naar de wei over. Of het nu avondrood of ochtendgloren is, de koeien van Kees moeten 2 keer per dag gemolken worden. Maar eerst moet je ze dan bij elkaar zien te krijgen. Kom maar. Schitter. Binnenkort gaan de koeien op stal voor de winter. En dan stopt Kees voorgoed met het melken in de wei. Twijfels of dit wel een goede keuze is, lijken er nog wel te zijn. Je blijft wel vitaal zolang je in de running blijft. Dat, ja. dat is wel eens een probleempje. Dan denk je, ja, ik maar geen rustroest wordt. Ja. Kees hoopt iets kalmer aan te kunnen gaan doen en iets meer tijd met zijn vrouw te kunnen doorbrengen. Maar wat gaat er dan met deze dames gebeuren? Een gedeelte die zal van de winter afgevoerd worden voor de slag. Een gedeelte komt volgend jaar nog in de wei. Die kunnen dan nog in het seizoen lopen om vet te worden, laten we het zo maar zeggen. Kees is een van de weinige boeren die zijn koeien nog in de wei melkt. Kan hij het andere nog aanbevelen? Het is prachtig hier zomers hoor, om te doen. Alleen ja, met onweersbuien zit je er ook. Ja. En dat is minder prettig. Maar Kees zelf zet er nu dus een punt achter.